Baronie van Breda kent zo'n duizend dak- en thuislozen. Een bekende voorziening in Breda is natuurlijk het ei. Dit opvangcentrum blijft gewoon bestaan, maar er komen ook woonvoorzieningen om daklozen zorg te bieden die bij hen past. Het ei is, is een passante uh, faciliteit. Hè. Dus mensen komen daar, uh, maar kunnen daar niet langdurig verblijven. Kunnen daar een keer overnachten, uh, kunnen daar wat eten, kunnen daar wat, 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 ook, wat sociaal wat doen. Uh, er zijn ook gebruikruimtes in het ei. Wat, wat we met deze woonvoorziening willen realiseren, is dat mensen echt de volgende stap maken in hun rehabilitatie in de maatschappij, om het maar even zo te zeggen. Dus dat ze het weer volledig mee gaan doen. En de eerste stap is dat je van straat onder een dak gaat wonen. En dat je onder dat dak kunt gaan werken om je andere problemen, bijvoorbeeld de verslaving, om die, om die op te lossen. En dat helpt dan dat je in een huis zit en niet dat je dat vanaf de straat moet doen. Want dan kan die stap soms net te groot zijn. De gemeente Breda, Etten-Leuren en Oosterhout werken samen betreffende de dak- en thuisloze opvang. De locaties van de woonvoorzieningen zijn nog niet bekend. Nee, nu de gemeente Breda als centrumgemeente de besluit heeft genomen, zullen wij ook de zoektocht gaan starten naar een geschikte locatie in Oosterhout. En hoeveel mensen komen daar dan te wonen? 24, 24 tot 30 zeggen we nu. Dat zal afhangen van de geschiktheid van de locatie. Komt dat dan bijvoorbeeld op een bedrijventerrein of komt dat echt in een woonwijk? Nou, dat is een hele goede vraag. Want als je doelstelling is om mensen weer te helpen om zelfstandig te kunnen gaan wonen... dan moet je ze niet ver wegzetten van het dagelijks leven. Dan moet je ze proberen om zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. Ik kan me voorstellen dat daar mensen tegen gaan protesteren. Ja, ik kan mij niet voorstellen dat er mensen in Breda zijn die, die er tegen zijn... dat mensen die nu op straat leven, dat die... Gehuisvest worden, dat die onder een dak worden gebracht. Daar zal iedereen voor zijn. Vervolgens is het ook aan ons en aan de organisatie die dit uitvoert om te zorgen dat we dat goed uitleggen. En wanneer moet een en ander gerealiseerd zijn? We willen heel graag eind 2011 starten. We willen we open. Dus we hebben nog wat te doen.